Oké. Het is niet de mooiste achtergrond die ik heb gehad in een video. Maar hij staat ook te laag. Hij moet wel echt iets hoger. Zo is het wel beter, maar ik doe wel mijn bril af. Met mijn haar los, is dat ook beter? Hallo. Ja, dit kan wel. Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag heb ik een video waarin ik alles ga vertellen over mijn eerste trimester. Van mijn zwangerschap. Hier heb ik heel lange tijd geleden een vraagsticker van gemaakt. Dit was op 30 september. Het is inmiddels 21 november dat ik dit opneem. Ik ben 24 weken zwanger. Ik zit al ruim in mijn tweede trimester. Maar ik wilde toch eventjes een video maken over mijn eerste trimester. Dus laten we beginnen. Die vraagsticker had ik dus op Instagram staan. En ik had het idee dat die vragen bleven. Maar die blijven dus niet. Want ik kan niet meer terugscrollen naar de vragen of zo. Er zijn geen vragen meer. Dus ik ga denk ik maar gewoon eventjes kijken bij algemene vragen over het eerste trimester. En dan ga ik daar antwoord op geven. Oké, de eerste vraag is: welke kwaaltjes heb je het meeste last van gehad tijdens je eerste trimester? Nou, moet ik eerlijk zeggen, ik ben echt bijna alles vergeten of zo. Maar ik heb het allemaal bijgehouden in dit boek. Mijn 9 maanden boek. Alles wat je straks alweer vergeten bent. En ik ben zo blij dat ik een soort dagboek bij heb gehouden met hoe ik me voelde, wat ik voelde. Want het enige wat ik me kan herinneren is dat ik super misselijk ben geweest in het eerste trimester. Er zijn vrouwen die veel misselijker zijn geweest dan ik. Die hebben echt heel veel moeten overgeven. Ik heb ook wel moeten overgeven. Maar vooral heel veel kokhalzen en gewoon constant misselijk zijn. Maar ik ben er niet zo slecht aan toe geweest dat ik moest naar het ziekenhuis moet of zo. Maar goed, ik pak even dit boek erbij. Ja, hier staat vooral in week 1, 2, 3. Ja, dan ben je dus eigenlijk nog niet zwanger. Maar daar ben ik al 1 dag misselijk. Dus dat belooft al heel veel goed. Hier staat ook buikkrampen, opgeblazen gevoel. Maar dit is dus eigenlijk allemaal in de fase geweest van de bevruchting. Nou, op 29 juni heb ik de eerste test gedaan. Nou, en dan week 4 en 5 staat: de kwaaltjes zijn een beetje vermoeid als ik een hoop doe. Maar dat is iedereen. En wat pukkeltjes rond mijn mond en nek. Maar dat is een beetje hetzelfde als ik ongesteld moet worden. Dan heb ik ook altijd rond de ongesteldheid hier pukkels. Echt hormonale pukkeltjes zijn dat. Nou, week 6 en 7 misselijk ochtend en de hele dag vermoeid. Dus ik ben schijnbaar wel moe geweest. Alleen dat kan ik me nu niet meer herinneren. Misschien omdat ik het niet zo hard op heb uitgesproken. Oké, dan. Week 8 en 9 heb ik in hoofdletters geschreven: misselijk. Overgeven, kokhalzen, weinig eetlust. Ja, en ik heb natuurlijk ook die blaasontsteking gehad in die weken. Dat is ook een kwaaltje. Ja, dat is niet een zwangerschapskwaaltje. Dat is gewoon, ik heb wel vaker dat ik blaasontsteking heb. 1 of 2 keer per jaar wel. Dus ik weet niet of dat echt een zwangerschapskwaal is. Nou, week 10 en 11 heb ik echt misselijk met uitroeptekens. Ochtendmisselijkheid en misselijk de hele dag is erger geworden. Kort lontje. Ik wilde hier bijna mijn webcam uit het raam gooien. De misselijkheid. En die misselijkheid is niet weggetrokken tot week 16. Dus dat is al ruim in mijn tweede trimester dat de misselijkheid weg is getrokken. Maar oh boy, ik dacht echt in dat eerste trimester: waarom neem ik mensen 2 kinderen? Ik snapte het niet. Ik dacht, als je zo misselijk bent voor 9 maanden lang, dan is het toch leuk? 1. En dan is het klaar, toch? I mean, dan ga je toch niet nog een keer doorheen. Maar toen ik 16 weken zwanger was en de misselijkheid weg was, toen dacht ik ineens: ik wil dit weer, ik voel me top en mijn buik groeit en toen voelde ik me helemaal geweldig.
Maar dit is meer over het tweede trimester natuurlijk. Maar ja, ik had wel echt zo'n gevoel van... als mensen dan zeiden, oh ja, misschien wil je wel meer kinderen. Dan dacht ik echt, hoe kun je dat zeggen? Zwanger is echt vet zwaar. Ik vond het echt wel pittig, dat misselijkheid. En ik vond ook wel, mijn hormonen had ik ook wel last van. Dat las ik nu net ook weer. En dan nou denk ik weer terug. En dan denk ik, oh ja, die hormonen vond ik echt heel, heel vervelend. Ik had echt een kort lontje. En ik denk echt wel dat sommige vriendschappen gewoon een beetje beschadigd zijn. Omdat ik gewoon zo onaardig kon zijn in die periode. En ik heb wel gezegd daarna van ja, dat komt door mijn hormonen. Maar goed, dat moet ook maar, ja, dat moeten ze ook maar pikken en vergeven natuurlijk. En daar kan ik niks aan veranderen. Maar ja, dat vond ik ook wel pittig. Want dat heeft me dus wel, ik zeg niet vriendschappen gekost. Maar wel de kwaliteit van vriendschappen gekost. Dat zeker. Oké, de volgende vraag is, hoe wist je dat je wilde dat je zwanger wilde worden? Of dat je überhaupt kinderen wilde worden? Wilde krijgen? En ik heb best wel lang geroepen van, nee, voor mij even nog niet. Ik denk dat het voor mij ook wel mijn leeftijd was. Dat ik een soort van, op een punt in mijn leven kwam van, oh, ik ben nu 28. Want op mijn 28e hebben we wel er veel over gehad, Nikki en ik. En het leek ons gewoon wel heel leuk. Maar we waren ook heel erg bewust van dat je niet zomaar een kind neemt. Het gaat niet zo makkelijk. Het hoeft niet zo makkelijk te gaan. En als je dan een kindje hebt, dat het ook niet vanzelfsprekend is dat het een heel makkelijk kind is. Dat kan natuurlijk altijd dat er iets mee is. Afwijking, hartafwijking of gewoon dat het niet slaapt of heel veel huilt. En dan moet je ook rekening mee houden. Want je kan wel bedenken van, oh, we willen kinderen. Maar je kunt niet bedenken, ja, je kunt heel makkelijk denken van, we willen kinderen, makkelijke kinderen, perfecte kinderen, die wil iedereen. Maar dat zoveel zelfsprekend is dat niet. En daar was ik altijd mezelf heel erg bewust van. Dus daardoor heeft het voor mij wel even geduurd voordat het voor mij kwam van, ja, ik wil, oké, laten we ervoor gaan. En met Valentijnsdag had ik gewoon zo, dat was voor mij een moment, ik dacht, ik word bijna 29. Ja, en als ik niet in mijn 29e jaar, dan ben ik al 30. En ik weet niet, 30 was echt zo'n klok voor mezelf. Of ja, zo voelde dat vanuit binnen. Nu denk ik echt, oh, 30 is helemaal niet oud. Maar ja, ik weet niet, toen ik 29 werd, dacht ik, nu is het, dit is de tijd. Nu wil ik. Ik wil het graag. En gelukkig lukte het natuurlijk ook snel, zonder problemen. Dus daar ben ik ook heel dankbaar voor. En ja, weet je, ik wist gewoon dat Nikki de perfecte, ja, dat is gewoon de man waar ik oud mee wil worden. En waar ik de rest van mijn leven mee wil delen. En wat is er mooier dan samen besluiten dat je ja, de ander zo waardig vindt dat je met diegene kinderen wilt. Ik wil gewoon zien hoe mix je van jou en mij dan gecreëerd wordt en dat het dan van ons is. En dat is dan van ons allebei. Dus niks wat meer van ons is dan een kindje. En ja, dat weet ik niet. Dat speelde ook wel mee. Ik denk dat de meest gestelde vraag is die we krijgen iedere dag. Als ik al stream, maar ook van onze vrienden en familie. Is, hebben we al namen? En namen, of één. Het moet één naam zijn natuurlijk. Of je moet meerdere namen willen geven. Maar heel veel mensen hebben een probleem als ze een babytje krijgen. Dat ze niet helemaal weten. Dat ze er niet samen over uitkomen. Hè? Dat de ene de ene naam en de ander dan die naam niet mooi vindt. En wij hebben het probleem dat we alle namen mooi vinden. Dus we zeggen heel vaak namen tegen elkaar. Oh ja, dat is een mooie naam. En dat vinden we dan ook echt een mooie naam. Maar ja, er is wel een naam waar we allebei denken ja. Maar we durven nog niet te committen of zo. En ik denk dat wij gaan om twee namen te bedenken. En als het dan geboren wordt, als ze dan geboren wordt, want we weten inmiddels dat een meisje wordt, is,
dat we dan besluiten wat de passende naam gaat zijn. Want ik wil toch er eerst een keertje zien. Voordat ik kan zeggen wat voor naam bij haar past. Ja, dat is misschien heel gek. Want een baby verandert ook super snel. Als het net geboren is, ziet het er heel anders uit dan 3 weken later. Maar toch wil ik even wachten. Een andere goede vraag is ook, ben je bang dat je lichaam gaat veranderen? Deze video gaat over het eerste trimester. En ik moet zeggen dat dat wel in mijn eerste trimester heel erg speelde. Ik was natuurlijk ook niet aan het genieten van mijn zwangerschap. Omdat ik gewoon zo misselijk was dat ik er niet van kon genieten. En dan zag ik ook nog mijn lichaam veranderen. En in de eerste weken was het wel leuk. Want toen zag ik vooral mijn borsten groter worden. En ik heb nooit hele grote borsten gehad. Dus dat vond ik een erg leuke bijkomstigheid. Dat ik eindelijk ook bij de Big Boobie Club hoorde. Maar op een gegeven moment gaat je buik dan ook groeien. En je bent nog misselijk. En dan denk je, ja, hallo. Wat is hier leuk aan? Ja, ik weet niet. Ik vond het niet leuk dat mijn buik zo groot werd. En het eerste stadium is, zal ik zeggen, dat het niet lijkt alsof je zwanger bent. Maar dat het gewoon lijkt alsof je dikker wordt. Alsof je een bierbuik hebt. En niks tegen bierbuiken, maar ik ben dat gewoon niet bij mij gewend. Ik heb altijd een super strakke buik gehad. Dus ik moet zeggen dat ik dat in het eerste trimester echt wel pittig vond. Of nou ja, dat was wel iets wat mij onzeker maakte. En dat ik ook echt wel dacht van, oh shit. Shit, waar zijn we aan begonnen? Dit gaat nooit meer goed komen. Nou ja, ben ik bang dat mijn lichaam verandert? Ja, wel een beetje. Ja, denk het wel. Vooral dat ik straks gewoon niet meer zo kan trainen of zo als dat ik voorheen kon. Dat ik al moet plassen bij iedere nies. Ja, dat zijn niet dingen waar ik nou echt lekker naar uitkijk. Dan denk ik, jee. Als het niet had gehoeven, dan liever niet. Ik denk dat het eerste trimester sowieso in het teken van mij stond van, oh mijn god, we zijn zwanger. Echt ging landen dat er iets in mijn buik aan het groeien was. Kwam echt pas bij het moment dat ik wist wat het geslacht was. Vanaf dat moment heb ik er ook ieder moment gevoeld, maar dat is voor een andere video, voor het tweede trimester video. Dus in het eerste trimester was ik gewoon nog een beetje luchtig over heel veel dingen en dacht ik ook over heel veel dingen niet zo goed na. Over misschien ook wel een beetje dat je denkt, boeien, wat maakt het allemaal uit? Dit doen we wel even. Dat zwanger zijn, dat doen we wel even. Zo stond ik er een beetje in. En dat is nog steeds wel zo. Dat is nog steeds wel zo. Van, dat doen we wel even. Want ik denk dat dat wel op een bepaalde manier wel een goede instelling is. Want dan maak je je ook niet zoveel zorgen. Want dat heb ik dus niet zo heel veel. Dat ik me heel veel zorgen maak over de baby. Ik geloof gewoon dat mijn lichaam dit aan kan. Dit kan rocken. En dat alles wel goed komt. Dus dat is wel een fijn gevoel. Dus ik heb niet extra stress daarom. Dus dat is heel fijn. Laten we deze video afsluiten met de vraag, ben je bang voor de bevalling? In het eerste trimester was ik absoluut nog niet bezig met de bevalling. Helemaal niet. Er is namelijk op dat moment bij 12 weken, hoe groot is je buik? Dat dan, hè, na die 12 weken is het eerste trimester voorbij. Maar tot die tijd, ja, je bent zwanger, je bent super misselijk. Daaraan wist ik ook dat ik nog steeds zwanger was. Dus daardoor was ik ook niet zo bezorgd over dat het iets mis was met het kindje. Omdat ik dacht, ja, ik ben gewoon misselijk. Mijn lichaam is duidelijk nog super zwanger. Maar je hebt niet zo door dat je een buikje, ja, dat buikje is er ook nog niet. Dus je hebt ook niet echt door van, er moet dadelijk ook nog iets uit. Dus ik denk dat dat nog wel gaat komen, die angst voor de bevalling in een latere stadium van mijn zwangerschap. Ik denk dat ik wel genoeg gekletst heb in deze video. Ik wilde nog eventjes aan het eind van deze video, eigenlijk hoort het aan het begin. Misschien plak ik het wel aan het begin. Ik wil even alle nieuwe abonnees en kijkers welkom heten. Leuk dat jullie zijn gekomen naar mijn kanaal. Misschien van TikTok of Instagram. Of misschien heb je me zelfs op YouTube weten te vinden. Super leuk dat je er bent. Ik ga dus proberen iedere maandag en iedere donderdag om 11 uur een video te uploaden. Maandag wil ik nog wel eens overslaan, want dat is een extra video. Maar op donderdag 11 uur 's ochtends, dan komt er een nieuwe weekvlog.
En we lopen op schema. Dus iedere week een nieuwe vlog van de week ervoor. Dus dat wil ik nog even vertellen. Zet het in je agenda. Klik op het notificatiebelletje ook. Dan krijg je gewoon een melding op je telefoon. Van hey, Mathieu heeft een nieuwe video geüpload. En dan hoef je niks meer te missen van mijn zwangerschap. Ik vind het super leuk dat jullie mij ook volgen door mijn zwangerschap heen. En ik denk dat dit een hele leuke toevoeging is van mijn leven. Om dat later ook terug te kunnen kijken. Want dit soort dingen ga ik allemaal vergeten natuurlijk. Hoe ik me voelde. En ja, dan kan ik daar eens rustig op mijn gemak ooit nog een keer naar terugkijken. Als ik daar de behoefte aan heb. En ik vind het natuurlijk leuk om met jullie te delen. Want ja, waarom zou ik het voor mezelf houden? Dankjewel voor het kijken. Geef het een duimpje omhoog. Laat een leuke comment achter. En vraag ook alvast een vraag voor trimester 2. Want die is... Ik weet niet tot wanneer die duurt. Ik zit nu nog in mijn tweede trimester. Daar ga ik ook een video opnemen. En iets sneller naar mijn... Als het tweede trimester voorbij is, zal ik het waarschijnlijk meteen opnemen. Dus laat even een vraag achter die ik moet beantwoorden voor het tweede trimester. En dan zie ik jullie graag donderdag bij een nieuwe video. Dankjewel voor het kijken. Doei!